We zijn dankbaar dat we elk jaar een Pinksterconferentie organiseren. Nu al meer dan 50 jaar. Een geweldige kans om de Kerk van Nederland te dienen. En mensen in contact te brengen met God, die mensen aanraakt en levens verandert. Dat heeft ons hart. Deel jij dat verlangen? Steun dan ons werk en word vriend van Opwekking. Kijk op opwekking.nl, want Opwekking begint met een aanraking van God. Welkom bij de Bijzondere Mensentent online. Het is zondag vandaag. Vandaag is het echt Pinksteren. We gaan met elkaar luisteren naar een mooi verhaal, verteld door Geke. We gaan zingen met de band, we gaan bidden en iets moois maken. Doe je weer gezellig mee? Hey, hallo. Wat leuk dat jij er bent. Mijn naam is Geke. Ben jij er ook? Arjan, Wietse, Susanna, Linda? Allemaal verschillende namen. Die naam is speciaal voor jou. Die heb je gekregen toen je baby was. Wat betekent jouw naam? Weet jij dat? Als jij Lucas heet, betekent jouw naam licht. Als jij Sarah heet, betekent jouw naam prinses. Soms dan hoor je een naam en dan denk je, wauw, dat is die sterke jongen.
Of dat meisje. Dat is dat meisje met dat mooie haar. En vandaag gaat het ook over een naam. Een hele bijzondere naam. En die naam, die wordt heel vaak genoemd in de Bijbel. Weet je al wie ik bedoel? Het is Jezus. En de naam Jezus, daar horen soms nog heel veel andere namen bij. Jezus de koning. Of Jezus de bevrijder. Jezus de zoon van God. En vandaag gaat het over Jezus de bevrijder. Het verhaal staat in Handelingen 3 in de Bijbel. En als daar de naam van Jezus genoemd wordt, dan gebeurt er iets heel bijzonders. Het verhaal gebeurt in Jeruzalem. Kijk, dat is de stad Jeruzalem. Wat is Jezus daar veel geweest met zijn discipelen? Petrus en Johannes missen Jezus. Hij is terug naar zijn Vader in de hemel. En nu ze de stad zien, zeggen ze tegen elkaar: we gaan naar Jeruzalem. Petrus en Johannes gaan de poort binnen. Ze praten samen. Wat zijn we hier vaak geweest met Jezus? Maar hij is weg. Dat is nu voorbij. Er zijn natuurlijk meer mensen op straat. Kijk, daar lopen mensen en die dragen iemand. Zo, we zetten je hier weer neer. Vanavond komen we je wel weer ophalen. Er wordt een man bij de poort neergezet. Hij moet daar blijven zitten. Zijn benen zijn ziek. Hij kan niet lopen. Dat is altijd al zo geweest. Hij zit daar iedere dag. Hij zit bij de poort om te bedelen. Omdat hij niet kan werken, moet hij zo zijn geld verdienen. Hij is blij als iemand hem een munt geeft. Hij roept ook: geef me alsjeblieft wat. Geef me wat. En de mensen die voorbij komen, soms krijgt hij iets. Vaak lopen de mensen gewoon verder. Soms roept er iemand tegen hem: ga toch werken. Petrus en Johannes komen ook langs de poort waar die man ligt. En de man roept: hebt u iets voor mij? Hij steekt zijn handen uit. Petrus en Johannes staan stil. Oeh, dat gebeurt niet zo vaak. De man kijkt verbaasd. En Petrus begint tegen hem te praten. Kijk ons aan. De man kijkt opnieuw verbaasd. Iemand die hem vraagt: kijk ons aan. Wat hebben die mannen? Wat krijgt hij? Hij kijkt naar Petrus en Johannes. Wat zal hij krijgen? Maar dan zegt Petrus: wij hebben geen goud en geen zilver om jou te geven. Ah, wat jammer! En hij dacht juist dat hij iets zou krijgen. Maar Petrus gaat weer praten. Goud en zilver heb ik niet. Maar wat ik wel heb, dat geef ik je. In de naam van Jezus Christus, sta op en ga lopen. Opstaan. Lopen. Maar hij heeft nog nooit kunnen lopen. En Petrus zegt dat hij moet gaan lopen. Ja, want Petrus zegt er een naam bij. De naam van Jezus. En als de naam van Jezus te horen is, dan gebeurt er iets bijzonders.
Petrus steekt zijn hand uit en pakt de rechterhand van de man. Opstaan en gaan lopen? Kan hij staan? Kunnen zijn benen hem dragen? Kunnen zijn voeten gaan lopen? Dat heeft hij nog nooit gedaan. Maar opeens worden zijn enkels en zijn voeten sterk. Hij komt met een sprong overeind. Dit is een wonder. Hij loopt rond. Hij kijkt naar zijn voeten. Hij kijkt naar zijn benen. Ze dragen hem. Zijn verlamde voeten zijn beter. Hij springt, hij loopt rond en hij roept: Jezus, God, u hebt mij beter gemaakt. De man loopt met Petrus en Johannes mee. De mensen eromheen staan heel verbaasd te kijken. Dat is toch de man die bij de poort zat? Die kon toch niet lopen? En nu? Hij loopt. Hij springt. Hoe kan dit? Sommige mensen kijken zelfs een beetje bang. En er komen steeds meer mensen bij. Wat is hier gebeurd? Hoe kan dit? Wat is er met die man gebeurd? En die man, hij blijft maar heel dicht bij Petrus en Johannes. Want de mensen kijken zo naar hem. En dan blijft Petrus staan. En Petrus begint te praten tegen al die mensen die eromheen staan. Waarom zijn jullie zo verbaasd? Wij hebben die man niet beter gemaakt. Daar zijn wij niet sterk genoeg voor. Dat heeft Jezus gedaan. Jezus kan dat. Hij heeft hem beter gemaakt. Daarom kan hij nu lopen. Jezus is in het graf gegaan, maar hij is weer opgestaan en hij leeft. En in zijn naam is deze man beter geworden. Geloven jullie dat? Jezus is dood geweest. Of moeten jullie er nu aan denken dat jullie hem wilden doden? Jullie mogen ook bij hem horen. Dat moest allemaal gebeuren met Jezus. Dat heeft God zo gewild. God had het zelf gezegd. Als jullie de naam van Jezus horen, dan mag je er ook bij horen. Dan mag je weten dat hij erbij is. Hij wil je helpen. Hij wil jouw bevrijder zijn. Hij kan je bevrijden van zonde, van ziekte. Dan is de ziekte weg. Jouw eigen naam is belangrijk. Die hoort bij jou. En van die naam mag iemand geen lelijke dingen zeggen. Dat vind jij niet fijn. Maar de naam van Jezus, die is nog belangrijker. En als we die naam zeggen, dan gebeuren er hele bijzondere dingen. Als je die naam kent, dan ben je ontzettend rijk. In de naam van de Zoon, in de naam van de Geest, voor uw troon zijn wij gekomen. We verhogen uw naam, uw geest is genade, u roepen wij aan.
Krelis heeft nu mooie kleren. Ik ga eens kijken waar hij blijft. Krelis? Ja! Nou, je hebt toch je mooie kleren al gekregen? Rustig maar. Ik ben onderweg. Oh, hoi. Maar Mandy? Ja? Ik heb een groot probleem. Ja, wat is je probleem dan? Nou, ik ga gewoon dood van de honger, want ik kan niet eten. Nee, dat snap ik als je zo vastzit. Ja, nou, dus. En ik zou heel graag willen dat jij mij wat te eten geeft. Want ik kan het niet zelf, ik zit helemaal vast. Ja, maar ja, als ik het aan jou geef, dan kan je toch nog steeds niet eten? Jawel, want kijk maar, mijn snavel beweegt wel. Ik kan het toch alleen niet zelf instoppen? Ja, dan dus, moet ik... Dus, je wil me toch zeker wel even voeren? Nee, Krelis, ik ga je niet voeren. Je kan toch gewoon zelf eten? Dat ga ja, ik niet maar doen. Ik heb helemaal geen eten. Zie je dat dan niet? Ja, maar ik ook niet. En ik kan toch niet zomaar weggaan en iedereen nou, thuis je alleen kan, laten? Je kan. Hij zit alweer vast. Je kan best wel even wat eten voor me gaan kopen. Nou, weet je wat? Ik heb eigenlijk een beter idee. Een goed idee? Als ik je losmaak, dan kun jij zelf eten gaan kopen en dan kun je ook zelf gaan eten. Zou je dat willen doen? Ja, natuurlijk wil ik dat doen. Wacht, ik ga je helpen. Ik zal jou... Pas op, ik ben een heel gevoelig beest. Ik ga echt niet in jou knippen. Ik knip alleen je touwen los. Ja, nou. Wacht. Ik vind het wel eng, hoor. Heel verzichtig. Oké. Zie je het? Nou, dit gaat goed. Ja? Je bent veel slimmer dan ik dacht. Nou, dank je, Krelis. Wat een groot compliment vandaag. Super bedankt. Maar op deze manier kan ik jou dan bevrijden van alles wat je vasthoudt... en wat je tegenhoudt om, nou ja, eten te gaan kopen dus eigenlijk. Ja, nou. Dit is helemaal geweldig dat ik... Dat vind ik een stuk beter. Ja, dat dacht ik wel. Een stuk beter. En weet je wat ik nu wil? Wat dan? Ik wil een stuk. Een stuk? Een stuk taart. Oh, lekker. Ja, en dan noem ik ook een stuk taart voor mij. Voor jou mee de volgende keer. Nou, dat zou ik lekker vinden. Dank je wel, Krelis. Maar dan ga ik snel weg voordat de winkel dicht is. Ja, dat is goed. Ga maar gauw. Dan zie ik je straks. Tot de volgende keer. Dag. Zag je dat? Krelis zat helemaal gevangen in de touwen. En hij wilde dat ik hem zou voeren, maar ja, daar ga ik niet aan beginnen, hoor. Hij kan het ook gewoon zelf. Hij moest alleen vrijgemaakt worden van alle touwen. Zo werkt het eigenlijk ook bij de Heer Jezus. De Heer Jezus wil ook jou helemaal vrijmaken, zodat je vrij in het leven kunt staan. Zodat je mag doen waarvoor je gemaakt bent. Is dat bijzonder? Is dat fijn? Zonder al die touwen? Wat een mooi verhaal hebben we gehoord, hè? We gaan vandaag aan de slag met onze eigen naam. Nou ja, dit is natuurlijk niet mijn naam, maar Tamara heeft ze gemaakt. En wat is die mooi geworden, hè? Want jouw naam is bijzonder. Ik ga straks ook aan de slag, denk ik, met mijn eigen naam. Alle houtjes kun je vinden in het pakket. En je kunt ze zelf natuurlijk versieren zoals jij het mooi vindt. Stuur je een foto naar ons op? Thank you.
wat een mooie dag hebben we weer beleefd met elkaar. Wat een prachtig verhaal hebben we gehoord. En die naam maken omdat jouw naam ook bijzonder is. Wat een leuk idee. Heb je die van jou stiekem al een beetje bedacht tussendoor? En heb je meegezongen vandaag? Wat leuk zeg, wat fijn. We gaan met elkaar nog danken en bidden voordat we het afsluiten. Lieve God, dank u wel dat het vandaag Pinkster is. Dank u wel dat we op deze zondag bij elkaar mogen zijn. Ook al zijn we misschien allemaal thuis, hier in onze eigen woning, toch zijn we op deze manier een beetje bij elkaar en met elkaar. En op deze manier kunnen we toch Pinksteren met elkaar vieren. Wat fijn, wat mooi en wat bijzonder. En Heer, dat we het mochten hebben over onze eigen bijzondere naam. Want u heeft heel veel namen, maar wij hebben ook een mooie naam. Allemaal onze eigen naam. En Heer, dank u wel daarvoor. Dank u wel dat u een naam heeft, maar dat wij die ook hebben. En dat we er trots op mogen zijn. Heer, onze dank is ontzettend groot als we denken aan vandaag. Als we denken aan dit weekend. Als we denken aan u. Dank u wel dat u bij ons bent. In Jezus' naam. Amen. Leuk dat je meegekeken hebt. Morgen kunnen we nog één keertje kijken. Kijk je dan ook mee met de Bijzondere Mensen Tent online? Ook dit jaar kun je weer naar Hartelen shoppen tijdens de Pinksterconferentie. Deze keer niet in de polder, maar in onze webwinkel die we hebben omgebouwd tot online lectuurtent. Samen met onze vaste leveranciers hebben we een prachtig assortiment samengesteld. Dus het is lekker snuffelen tussen boeken, muziek, opwekkingsmaterialen, gifts en kaarten. En niet te vergeten, scherpe conferentieaanbiedingen. Oh, en niet onbelangrijk, met je aankopen steun je de bediening van Opwekking en van onze partners. Kijk snel op opwekkinglectuurtent.nl.